Deze nieuwsuitzending die gaat over katholicisme en de islam. Islam is geen Nederlands, by the way. Het is Arabisch. Dat betekent onderwerping. Vreemd genoeg, als je islam op zijn Nederlands zegt, dan krijg je islam. En Christus was het lam. De mens als lam. Daar hebben die katholieke jokers goed over nagedacht. Want ik ben van mening dat de katholieken de Koran hebben geschreven. Hebben laten schrijven. Met z'n allen. In het Arabisch. Slecht geschreven, by the way. Rommelig. Een rommelig boek. Gek hoor, aan die geloofsstroming. Hè? Ze hebben geen eenheid. Helemaal niet. Ja, maar binnen het christendom had je ook verschillende stromingen. Je had de Albigensers en de Waldensers. En de oorspronkelijk. Ja, het leuke is dat het christendom, die maakte geen ruzie. En vergewaldigung, verkrachting, dat deden ze ook niet aan. Meermaal. Ja, je had de Waldensers en de Albigensers. Aan die losse aanhangsels. De Bijbel is een mooi boek hoor. De Koran, die heb ik hier in huis. En ik weet daar vrij veel van hoor. Als een vlugschrift. De Bijbel niet hoor. En opmerkelijk hè, aan de. Die Koran lui. En die Mohammedanen. Dat als je niet meedoet. Dan word je gedood. Het christendom zegt. Dat als jij Christus niet snapt. Dan ben je dood. In je hoofd. Dan heb je niet genoeg IQ-moleculen om de Bijbel te begrijpen. Ja, dan ben je dood, snap je? Dan ben je mislukt. Als je de Bijbel niet kan begrijpen, ja, hou maar op. Ja, maar ik ben wel heel erg goed in het elke dag mevrouw een klap voor de bek geven. Ja, dat kan je wel zijn. En je vrouw kan ook wel denken van, oh, dankjewel voor die klap voor mijn bek. Dat stelt niks voor. Dat is materialiteit. Martin Luther heeft duidelijk gezegd, het zijn niet de daden die een mens tot vrede brengen. Het is bij de gratie. Dat je tot vrede komt. Sola scriptura. Sola fide. Sola Christi. Dat is Martin Luther. Je moet je vrouw niet slaan. Ik heb het ook niet gedaan. Ik had er alle recht toe hoor. Want mijn vrouw en de moeder van mijn kind heeft mij geslagen. Ik had het terug kunnen meppen. Wat denkt die trut wel niet?
Ik hoef alleen maar die woede op te wekken. Dan kan ze de volgende ochtend naar haar oh zo belangrijke werk bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling met een blauw oog en een zonnebril op de kop. Anders gaan die mensen vragen, wanneer je hebt een blauw oog. En dan moet die vrouw zeggen, ja, ik was onbeleefd. En dan heb ik een klap voor mijn bek gekregen. Want dan ben ik. Ik ben namelijk onbeleefd van natuur. Ik hou ook niet van het leven. En die man, die heeft... Dat had ik moeten doen. Misschien. Maar dat was slecht afgelopen. Die had de partij Trammeland geschopt, jongen. Dus dan laat ik mij maar slaan door mijn vrouw. Mijn dochter lag te slapen en die wil je niet wakker maken. Ik had het nek moeten breken. Volgens de Koran dan. Echt moeilijk hoor. Ik snap wel, die Koranisten, dat die ook inzien, die Arabieren, dat er een probleem is met wijven. Wijven kunnen niet schaken, ze kunnen niet dammen, ze kunnen niet rekenen. De moeder van mijn kind die werkt bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling, maar die kan niet rekenen. Even een lekkere intelligente kont en vertrouwenswekkende tieten en het gaat allemaal goed, maar voor de rest komt er helemaal niks van, snap je? Ja, daar moet je wat tegen doen. Maar om ze nou te gaan slaan? De uitzondering is dat de moeder van mijn kind, die had ik moeten slaan. Een pats. Oh, een nekbreuk of zo. Waar is mama? Oh, die is dood. Het laatste wat ze deed, is dat ze mij wilde slaan. Toen heb ik teruggeslagen en toen was ze dood. Nou, ik ben sterk. Ik weeg 60 kilo. Bijna. Ik ben sterk. De moeder van mijn kind, die wilde dan graag dat haar ex, als ze seks mee gaat, hè? Haar ex, dat die dan ons kind onder zijn hoede zou krijgen. En die ex, die wilde dan graag samen met mijn dochter urineren. En de moeder van mijn kind, die vroeg dan aan mij, ja, vind je dat goed? Ik laat even een pauze vallen. Als het niet echt gebeurd was, was het niet grappig. Dit is echt gebeurd. Dus ik snap dat gezeik wel van Arabieren over vrouwen, want vrouwen deugen helemaal niet. Even los van de Koran, hè. Maar jij hebt een kind en dat moet dan zo nodig naar jouw ex waarmee je seks hebt gehad. S-E-K-S. En die gaat dan plassen. Met je kind. En je vraagt toestemming aan je man. Ik had het toen. En mensen die dit weten, die zeggen tegen mij, je had die man voor zijn bek moeten slaan. Ik zeg nee. Ik had haar voor de bek moeten slaan. Zo is het. Dus dat, wat dat betreft staat in de Koran precies het juiste. Maar ik ben niet zo'n slaner. Maar misschien had het geholpen. Om thuiskomen en gelijk rammen.
Wat ga je doen? Je moet nog werken. Ik zei, nee, ik moet naar huis. Ik moet mijn vrouw gaan slaan. En dan naar huis komen, de voordeur open doen. En waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Nou, bam! Ook zo'n mooi verhaal in de Hadith is dat. Zo'n toevoeging op de Koran. Dat is een vader die gaat een dochter begraven in de woestijn. Levend begraven. Ja, dat is de Vaticaan, hè? Dat is ook niet. Dat is hun boek, hoor. Vaticaan en de islam. Het Vaticaan en de Mohammedanen. Die eerste vrouw van Mohammed, die was 20 jaar ouder. Die heette Khadija. Als een katholieke non. Katholieke non is overbodig, maar katholiek is dan overbodig, maar het was een non. Ha 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 ha. Katholicisme en de Koran. Ja, flikker op me. In de Koran staat dat als een man zijn leuter stopt in het achtergat van een andere man, dan wordt hij van een hoge toren afgeworpen. Dat is de katholieke kerk, hè? Walgelijk vind ik het. Met een nadruk op walgelijk. Kijk, sodomie. Dat mag helemaal niet. Ja, in Romeinen 12 vers 19 staat. De wrake is mij. Je moet je niet je leuter stoppen in het achtergat van een kerel. Dat moet je niet doen. En als je het wel gedaan hebt. Dat is nogal stom. Kan je verschrikkelijke geslachtsziekte van krijgen met schimmels en alles. Ja, als jij dat zo graag wil, moet je dat lekker doen. What do I care? Ik ga niet de moeite nemen om jou van een hoge toren af te werpen. En wat doen die katholieken zelf? Ja, die neuken elkaar in de reet. Ja, maar Perry, hoe weet je dat nou? Katholieken neuken elkaar in de reet. Punt. Pim Fortuyn was katholiek. En Pim Fortuyn was een reetredder. En die hebben ze doodgeschoten. Heel professioneel is dat gedaan. Hè? En dan Volkert van de Graaf erbij voor de... Ja, de zondebok, heet dat. De scapegoat. Dus Volkert van de Graaf was de scapegoat. Die het Pim Fortuyn doodschoot. Zogenaamd. Nee, natuurlijk niet. Het was een Libanees. Maar ik ben er niet voor om sodomieten dood te schieten. Waarom? Niet mijn taak of zo. Je bent een sodomiet en ja, nou en? Wat maakt mij dat uit? Als je op straat gaat lopen sodomieteren, je gaat op straat je leuter stoppen in het achtergat van een man, en dan oh, 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 en allemaal mensen die zijn aan de boodschappen doen met kinderen. En de kindje vraagt aan die moeder, wat doet die ene man? En dat jij dan zegt, ja, die stopt zijn leuter in het achtergat. En dat vindt hij hartstikke lekker. En dat is de moderne tijd. Dat is helemaal geen moderne tijd, want dat gebeurde al in Sodom. En die lui in Gomorra, allemaal een beetje, Gomorra, ik vind allemaal helemaal niks hoor, ik vind echt helemaal niks.
Je kan aan de Koran kan je zien dat het komt van het Vaticaan. Een beetje wijven voor de bek lopen slaan. Walgelijk taalgebruik. Ja, doe mij maar de Bijbel. In de beginnen schiep ik, zegt de Heere dan, in de beginnen schiep ik hemel en aarde. Kijk, dan gaan we beginnen. En op de zesde dag kwam de mens. Nummer zes, hè. En dan in het einde staat er helemaal van, ja, het gaat over 666. Kijk, dat is een boek. He, de in de ban van de ring van J.R. Tolkien, dat is een verhaal. Een sprookje met Frodo. Maar de Bijbel niet. Waarom denk je dat er nog nooit een verfilming is geweest van de Bijbel? Ja, maar van de Koran, dat is ook nooit verfilmd. Nou, dat komt omdat in de Koran helemaal geen verhalen staan over werkelijkheden. Over feiten, getuigenissen en dat soort dingen. Helemaal niet. Alleen maar gehouden hoer van een Mohammed die God ganse tijd zelfmoord wil plegen. Nee, daar word je blij van. Nee, dat is een leuk verhaal. Ga je dat verfilmen? Dan moet je Mohammed hebben, met een baard natuurlijk. Iemand moet Mohammed spelen. En die zegt dan in de camera, ik wil zelfmoord plegen. Ik wil zelfmoord. Ik wil die vrij dood. Dat is de Koran en meer niets. Dat is van het Vaticaan. Dat is hetzelfde gedachtegoed. Dat is hetzelfde of datzelfde gedachtegoed. Wat nou zelfmoord plegen? Waar heeft dat nou weer voor nodig? En Alberto Ribera. En dan schrijf je Alberto Rivera. Look at that. Je was een tijdje jezuïtische huppeltjepup geweest. En hem is verteld tijdens een studiebezoek, studiereis naar het Vaticaan, door kardinaal Bea. Dat zij de Koran hebben laten schrijven. Door koorknaapjes. En Augustinus, in het jaar 300, die ging in noorden van Afrika vertellen, er komt zo dadelijk een profeet. Augustinus was een kadaver. Dat ik het even weet. Een dood beest. Ik heb de Koran hier in huis. Dus, ik weet er alles van. Het is neoplatonisme. De Plato, ken je dat? Je had Socrates. En toen kwam Plato. En toen kwam Aristoteles. En die leer van Plato. Plato heeft gezegd van, kijk, als je de baas wil zijn, dan moet je mensen in de duisternis brengen en laten kijken naar beelden die jij produceert. En dat die mensen alleen maar kijken naar de beelden en niet kijken naar elkaar. Snap je? Dat is Plato's God. Alles is te verbeteren, dus vandaar neoplatonisme en vandaar de Koran.
Wij mensen zijn qua woord net zo makkelijk te bespelen als een piano. So be it. Snap je? En niet zeuren tegen mij. Neoplatonisme is dat. En niet te begrijpen. No way. En ook geen moraal. De mannen die dan hun leuter stoppen in het achtergat van een andere man, die gaan we van een hoge toren afgooien. Ja, dat is geen moraal. Ik kan net zo goed, dan gaan we zeggen, mensen met Down syndroom, die gaan we van het hoge gebouw laten vallen. Met een valversnelling van 9,8 meter per seconde kwadraat. Ha 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 ha. Walgelijk, vind ik het. Ik vind het ook zielig hoor, voor al die Mohammedaanse vrouwen. Vooral voor die. Die kerels, dat interesseert me eigenlijk niet. Dat zijn zakkenmoleculen. Kijk, de Koran heeft geen ontologie. De Koran is het wandel en werk en moordpartijen van meneer Mohammed. God hebben zijn ziel. Dat is het. Geen verlichting, geen inzicht, alleen maar een moraal. Want gij zult dit en gij zult dat en gij zult geen eten van werkers. Je mag geen werkers opeten. Wat nou weer? Zo dadelijk krijg je nog, hè, als die Mohammedanen dan helemaal omhoog komen en dan nemen ze Europa over met een stupiditeit, dan gaan ze Asterix en Obelix verbieden. Als jij een stripboek in huis hebt van Asterix en Obelix, dan word je van een hoge toren afgeflikkerd, alsof je een sodomiet bent. Want Obelix, die ging werken ze al, hè. In het bos. Obelix was een hele grote. Oh, een verreke. Nog een verreke. Oh, dat nog een verreke. Een feest. En een vuur erbij. Even voor de Mohammedanen, als je hier naar luistert. Varkensvlees is super. Dat moet je. Ja. Het is niet lekker hoor. Lamsvlees is lekkerder. Maar bij werkersvlees, daar kan je ook wat mee doen. Dan moet je marineren en dan een groot vuur en een opvreten man. Ja, maar van mijn geloof mag ik geen varkens eten. Oké. En dan zo dadelijk mag je ook geen haring meer eten? Nee, want van mijn geloof mag ik geen dingen eten uit de zee. Oké, dus geen varkens en dan geen haringen, dus ook geen makreel. Nee. En een krab mag je ook. Nee. En mosselen mag je ook. Nee, geen mosselen. Nee, want ik ben Mohammedan. Ik ben van de Koran. En ik, nee, geen mosselen. Nee. Maar wat ga je dan eten, homo? Schapen? Smeerlap dat je bent. Ik weet wel dat in de Bijbel, er staan ook voedingsvoorschriften. En daar wordt ook gewaarschuwd voor het eten van varkens. Maar dat is opgelost.
Je moet het marineren, goed doorbakken, al die salmonella, meuk eruit. Als je lef hebt, eet je het rauw, ik durf dat hoor. Een varkenslever, dat eet ik rauw. Ja, dat is geen enkel probleem. Een hoop vitamine zitten erin hoor. En die varkens worden toch afgeslacht. Maak het uit, man. Ik heb respect voor iemand zoals Jörg Diesman. En die zegt, ik doe geen melk. Dus ook geen kaas. Dus ook geen vlees. Dus ook geen vis. Kijk, dat vind ik cool. Dat is veganistisch, hè. En Jörg Diesman, Jörg, die heb je aardappelen, vervangingsworstjes, lekkere kruiden, hij houdt van Spaanse peper en al die meuken. Een gezonde man, en gember vindt hij ook heel lekker. Kijk, dan gaan we ergens over praten, maar niet lopen zeiken over varkens. Al die Mohammedanen die dan naar de McDonald's gaan voor halal hamburger. Ja, flikker toch op, man. Waar ben je mee bezig, jongen? Ik wil niet lopen zeiken, maar ik zeg het maar even. Ik eet wel kip. Ja, dat doen Mohammedanen ook. Ja. Ik eet ook varken. Dat je het even weet. Een Jörg met zijn veganisme, dat slaat ergens op. Het is bijbels. En de Bijbel is het. Dat is voor de meeste Arabieren te hoog gegrepen. Die trekken dat niet, man. Ze kennen die taal niet. De Arabieren kennen geen Engels, man. Die kennen alleen maar Gagamagigi, Bagamagugu, La ilaha ilaha. En heb je het gehad. Maar een Bijbel kunnen ze niet lezen. Jee. Ze weten geen donder van de geschiedenis. Ze weten, die Mohammedanen weten niet dat ze voor de gek zijn gehouden door de Vaticaan. Door de antichrist. En het probleem is dat we momenteel qua katholieken, dus de Mohammedanen en de rechtgeaarde, ik ben katholiek, ja, ik ga niet naar de kerk, maar ik ben wel katholiek. Ik vind de paus echt een geweldige woordvoerder en dat is een vredesbrenger, dat is een bruggebouwer. De allergrootste bruggebouwer en die heet momenteel Jorge Mario Bergoglio, oftewel Paus Franciscus de Eerste, en hij was verantwoordelijk voor, hij was een toezichthouder, zoals een paus dient te zijn, hè? Een toezichthouder, en er zijn er 30.000 Argentijnen vermoord, en daar ben ik voor, en ik ben dus Mohammedaan, dus ik heb op zich niks te... Gadverdamme! Sterf! Het Vaticaan is verantwoordelijk voor dat boek, de Koran. Een vlugschrift. En dat stelt geen donder voor. Dat je dat even weet. Geen probleem. Dat je het maar weet.
En ik snap wel dat er is een probleem met vrouwen. Die moet je onder de duim houden. In de Bijbel staat er ook dat als de mensen bij elkaar komen, dat dan die vrouwen de bek houden. En het liefste een hoofddoekje of een hoedje of whatever. En dan niet in je minirok naar de Ecclesias komen. Ja. Al die vrouwen denken zo van, ik ben sexy. I feel so sexy. I'm sexy in my shirt. Ja, flikker op. Dat weten wij toch ook wel. Maar moet je daarom je vrouw elke dag gaan mappen voor de bek? Of met een boerka over straat sturen? Is dat de oplossing? Wat is dat nou? Het feit dat je vrouw, ik hou er ook niet van, de moeder van mijn kind, hè, stotter, de moeder van mijn kind, die ging in een super minirok boodschappen doen, en een Marokkaanse jongens, dat weet ik van Hoeka, die Belg, die Walloniër, die kan ook Frans, zo onniswaki malipans, maar hij kan Frans, hè. En die zeiden tegen mij, wel ja, de moeder van jouw kind, wat na de scheidingen, die liep naar de supermarkt, de Co-op in de Spijkerlaan, en de Marokkaantjes erachteraan van een jaar of 16, 17. En dan de moeder van mijn kind, die ging bukken, en ze heeft altijd zo'n lekker klein broekje aan. En, ja, kom op, man. Ik had die bitch nooit mogen hebben gedaan, hè. Maar dat heb ik wel gedaan. Ik schaam me nergens voor, dus... Schande over mij. That's it. Het maakt mij niet uit, hoor. Ik heb nergens last van. Maar mijn moeder van mijn kind, die ging dan naar de supermarkt en mooie badaantjes, Arabiertjes, in dit geval Marokkaantjes, die liepen erachteraan om te kijken naar de billen van de moeder van mijn kind, omdat zij zich niet weet aan te kleden. Ja, zo be it. Ik snap dat er een probleem is met vrouwen. Maar om dan je vrouw elke dag een klap voor de bek te geven, dat is geen blijk van vertrouwen, snap je? Je moet die vrouwen die in een blote kont over straat gaan lopen, die moet je niet, net als Perry Winkel, je leuter in de houden. Ja, links laten liggen. Ze rotten vanzelf weg, hoor. Geen enkel probleem. En niet van een hoge toren afdouwen. Dat slaat nergens op. En die Mohammedanista, we geloven er wel in. Moet een burka overheen. En dan komt alles goed. Nee, natuurlijk niet. Gaat dat weg. Hoe kan nou textiel helpen? Hè? Verplicht textiel, hè? Hoe kan het helpen? Dat die vrouw nooit mogen neuken. Een fatsoenlijk mens gaat aangekleed over straat. Ik loop er ook niet in mijn korte broek met mijn harige benen in sandalen bij -3°C over straat. En dan zo'n peniskoker op mijn lul van, oh, ik kan neuken. Dat gaat ook weer. Stupiditeit is er. Met mijn oma van mijn vaders kant,
dan was ik bij haar en dan zei ze, kom, ik ga boodschappen doen, loop maar mee. Nou, dat wilde ik graag. We gingen naar de groenteboer. Nou, mijn oma die had dan een leuke bloemetjesjurk aan, iets boven, iets onder haar knie, iets onder haar knie, en een panties. En dan een schoen met een klein hakje. Maar dat mag, een klein hakje, dat kan toch wel. 2 centimeter, 1 centimeter. Een klein hakje. Tak, 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 tak. En dan gingen we weg. En voordat we weggingen, pakte zij haar regenjas. Dat is een zomerjas. Nou, die ging er omheen. En dan een hoofddingetje. Voor de regen. Is dat een permanente? Een hoofddoek. Snap je? Ik weet alles van zedigheid. Geen enkel probleem. En die Mohammedanen die hier niet naartoe komen en zeggen, ja, alle vrouwen moeten in een boerka over straat en dan een hoek om een kop. En gaat er vig. Die moraliteit, die kennen wij. Dus ga niet als Koranist hier een beetje lopen vertellen hoe het moet. Want dat weten wij al lang. En jullie Koranisten, jullie kunnen er niks van. Want jullie eigen land is naar de kloten. En dan kom je naar Nederland. En dan ga je hier een beetje lopen vertellen hoe je in Nederland ook naar de kloten kan lopen helpen. Door stom te lopen doen. Ja, flikker op. Moeten we echt jullie allemaal al die Koranisten van een hoge toren af gaan lopen gooien? Voordat jullie de sukkelaars onder ons van een hoge toren af gaan lopen gooien. Laat ons alleen met onze sukkelaars. Want wij hebben mannen die steken hun leuter in het achtergat. Maar dat is ons probleem. Ga terug naar Marokko. Stomme Marokkaan. En ga daar de boel lopen verbeteren. In plaats van hier in Nederland lopen zeuren tegen de PVV. Maar dat vind ik ook wel leuk dat je zeikt tegen Geert Wilders. Want daar kan je niet genoeg over zeiken. Die katholieke homo. Ja, maar heeft Geert Wilders dan zijn leuter gestoken in een achtergrond? Nee, dat bedoel ik niet. Ik zei homo op zijn Brabants. Eén voor één en alle voor allen. De katholieke kerk heeft de Koran laten schrijven, volgens Alberto Ribera. Inside information. Informatie van binnenuit. So be it. Het maakt mij niet uit, snap je? Ik krijg een mail binnen. Of is zo'n spam? Het is heel vervelend voor mensen om te ontdekken, het is echt ruw hoor, bloedende knieën en zo. Er is maar één waarheid. En die waarheid is dat jij je naaste lief hebt. En niet zo eigenwijs lopen doen, want jij hebt de fucking, de neukende waarheid
niet in pacht. Je bekijkt het maar. En wat doen die lui hier in Nederland? Marokko is een puinhoop, Syrië is een puinhoop, Libië is een puinhoop, Algerije is een puinhoop, Egypte, daar stinkt het naar geitenstront. Ga maar door. En dat komt hier naartoe. Om ons te vertellen hoe het moet. Ja, ik ben Mohammedan. En ja, mijn eigen land, dat... ik ben nu hier, hè. Dus, dit land is mijn land, want hier heb je... maar dat vind ik wel, hè, dat hier in Nederland, daar wordt het toilet doorgespoeld met drinkbaar water. En dat vind ik een schande. Ja. Ga lopen zeiken in Marokko, klootzak. Ga daar lopen zeiken over een... Nou, de watervoorziening en grijs watervoorziening. En dat doe als je niet voor je eigen land kan zorgen, wat kom je dan hier doen? Ik laat even een stilte vallen. Maar als je niet voor je eigen land kan zorgen, waarom kom je dan naar Nederland toe? Omdat je een sukkel bent. Vraagteken. Ik snuit even mijn neus uit verdriet. Ja, dat mag toch? Of niet? En de Koran is geschreven door het Vaticaan. Elke dag je vrouw slaan. Ha, 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 ha. Zo, ik heb er meegemaakt bij relatietherapie, dat in het bijzijn van de relatietherapeut, dat die vrouw mij wilde aanvliegen en dat die therapeut opstond en die vrouw bij de schouders greep en zei van ja, we zijn hier om te spreken en niet om te vechten. En hij zei tegen mij, wil jij van onderwerp veranderen, want dit kan ik niet aan. Een homo, in de slechte zin van het woord, hè? Op zijn Brabantse, een homo van een relatietherapeut. Dus dan werd de moeder van mijn kind werd teruggeduwd in haar stoel. En ik moest een nieuw onderwerp verzinnen. Die therapeut had moeten laten toestaan dat ik... dat zij mij aan wilde vliegen en laten gaan en ik terugrammen. Ik kan er zo'n trap voor de enkels geven, hoor. En dan ligt ze op de grond en dan stap ik er bovenop met mijn... Bam! En dan bloedende tanden, toestand vlees en de ogen helemaal er half uitgeramd. En dan kan zij vertellen tegen de collega's... Ja, ik wilde mijn man aanvliegen en nu... Ja, en hij heeft gewonnen in het gevecht. Ja, wat denk je wel niet? Hè? Mijn woede is groter. Mijn verdriet is groter. Stomme Mohammedan. En vooral de acceptatie van het geloof. Want dat is, Mohammedanisme is katholicisme. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Ik vat hem even kort samen, hè. Flikker op.
Dus het katholicisme, dat is een positiviteit naar vrouwen. En dat mohammedanisme is een negativiteit naar vrouwen. Ja. Maar positief en negatief naar vrouwen, dat is seksistisch. En dat moet je niet zijn. Ja, die Arabieren. Ja. Die moeten allemaal op Nederlandse taalkursus Genesis 1 vers 1 gaan lezen. En niet die Koran. De catechismus, de katholieke versie van de Koran, van de Bijbel. De koranistische versie van de Bijbel. Hetzelfde ellende, man. En iedereen maar doorgaan alsof het leuk is. Maar het is niet leuk. Het slaat nergens op. So be it. Even een klikje geven. Ik heb een hele mooie gemaakt over artikel 31. Bekijk hem even alsjeblieft. Artikel 31. Dat is een protestantse stroming ontstaan in de 1940, 1943. Kijken of er iemand naar kijkt. Vind ik wel leuk hoor. Kijk wat ik dan nog even. Ik ga er nog een maken. Een mooie, nieuwe, schone uitzending. Dus katholicisme en mohammedanisme, dat is één pot nat. Het zijn idioten. Het zijn zakken moleculen, zonder meer, maar het nadenkvermogen, het respect vermogen. Nadenken en respecteren, dat is hetzelfde. Het nadenkvermogen, dat ontbreekt. Hier in Nederland ook. En Mohammedanen zijn geen haar beter. En al die vrouwen die dan naar in Berlijn, en dan worden ze verkracht of zo door een stelletje Mohammedanen. En dat komt dan op het nieuws. En in Berlijn is weer een vrouw verkracht door een Mohammedaan. Geen respect. Niet van mijn kant. Je leest je Bijbel en begrijpt hem. En anders dan moet je Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger verstehen. Dat is moeilijk, man. Maar dat mag je ook doen, hoor. Begin maar met de prolegomena van Kant. Immanuel Kant. Begin daarmee. Goed toch? En stop met dat katholicisme. Stop met je Koran. Het heeft geen zin. Namelijk.
Er staat geen waarheid in. De Koran, dat is één boek over één leven van één mens. Ha, 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 ha. In het Oude Testament staat het verhaal van Hosea. Zal ik het nog even samenvatten? Of wil je het zelf gaan lezen? Onder deze uitzending staan linkjes, hoe je klik. En dan pakt die King James. En dan Hosea. Het Oude Testament. De Wet en de Profeten. Boek nummer zoveel. Nou dan. Lees dat. Homo! Ik bedoel homo in de positieve zin van het woord, hè? Als jij een homo bent, dan lees je dat boek en dan begrijp je dat mensen dit hebben opgeschreven in de consensus. Heb een beetje respect, man. En doe niet aan de Koran. Dat is een dun boek. Met geouwe hoer. Over dat je geen varkensvlees mag eten. Natuurlijk mag dat wel. Wat is dat nou? Of je eet geen vlees. Dat vind ik ook best. Maar dan moet je ook geen melk drinken. En geen kaas eten. En geen boter op de boterham. En ja, als je dan margarine wil, dan ben je behoorlijk gek in je kop. Dan zou ik zeggen. Maar dat moet je zelf maar weten. Maar ga dan voor dat dieet. Dan ga ik even afsluiten. Even kijken hoeveel minuten ik nog heb. Hoor. Even voor de gemiddelde Mohammedanen. Varkensvlees is hier in Arnhem goedkoop. En wat je moet kopen, dat is vet. Daar gaat het om. Ja, vet moet je hebben. En dan moet je vet hebben van ja, varkens die goed gegeten hebben. Nou, dan koop je van het varkensvet. Dat hoort bij, ik zou dan even om te beginnen, even uit de vrije polsen, uit de losse polsen. Je maakt een marinade. En daarvoor gebruik je ketchup, van die sojameuk. Hè? En dan zuur erbij. Citroensap, azijn, wat dan. Pepers moeten erbij. Madame Jeannette of zo. Maakt niet uit. Dan een nacht laten staan in de koelkast. Marineren heet dat. Uitje, altijd goed. Knoflook, altijd goed. En dan til je die plakjes verken, varken. Eruit en die moet je afdrogen. En dan een pan met arachideolie, want die kan niet verbranden. Arachideolie, pindaolie, die kan heel hete. Goede hete olie. Er hoeft geen boter bij. En dan die varkenslapjes erin. De vet, de spek. Goed aanbranden. En voor de rest bekijk je het maar. Couscous erbij of zo. Je kan ook nog het varkensvlees in de oven doen, maar dat hoeft niet echt. Gewoon lekker doorbranden. Mooi een bruin randje maken.
En een kleine stukje snijden. Tjoe, 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 tjoe. En dan, ja, ik zou denken aan tomaat hoor. Tomaat en courgette. En couscous vind ik zelf erg lekker, hè? Couscous. Kijk, als wij stoppen met het eten van varkensvlees, dan leven varkens niet meer. Of je bent, net als Jörg Liesman, ben je veganist. Dat is best. Maar dan eet je ook geen koeien, en ook geen schapen, en ook geen kippen, en ook geen zalm, en ook helemaal niks niet. Maar om één diersoort uit te sluiten van jouw vleespartij, dat slaat nergens op. Ja, dat je ervan weet. Lekker hoor, een couscous. En wat je ook kan doen is dat je een ui maakt, een ui schillen. En dan ook inzuren en wat peper erbij, denk ik. Lekker laten staan en dan die uienringen eroverheen. Oh, lekker. Waarom niet? Maak je los van die Koran. Of word veganist. En een bijbelgelovende christen. Wees zachtmoedig. We gaan geen sodomieten van hoge torens afflikkeren. Afduwen. Dat is gemeen. Want die dood van die sodomiet, die kleeft aan jouw kerfstok. Dat mag je niet doen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En ik hoop ook dat Koranisten hier naar luisteren. En repareer je werk. Of ga de Bijbel lezen. De Koran moet hoog nodig gerepareerd worden. Maak er één verhaal van. En zorg voor je ontologie. Maar dat lukt niet. Dat lukt niet. Misschien moet ik nog een uitzending maken dat ik dan de Koran ga bespreken. Dat doe ik dan de volgende keer. Snap je? Maar het Vaticaan is verantwoordelijk voor de Koran. En het Vaticaan is voor een eenheid van kerk en staat. En heel grappig dat de Koranisten daar ook voor zijn. Ha, 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 ha. Er is geen eenheid van kerk en staat. Dat kan niet. De staat moet een eenheid zijn. En mensen gaan zich gedragen. Ook zonder staat. Mensen dienen zich te gedragen. Dat doen ze zelf. De staat moet een eenheid zijn. Maar de kerk niet. Dus is er ook geen eenheid tussen kerk en staat. Als iemand naar een kerk wil gaan, een ecclesias, dan moet u dat zelf weten.
En een eenheid der kerken, dat is katholicisme. Daar heb ik geen behoefte aan. Ik heb toegang tot de King James en de Statenvertaling. En ik kan met Jörg Diesman gaan skypen als ik iets niet snap in de Bijbel. Snap je? En dan kan je zeggen, ja, maar dan heb ik helemaal geen ecclesias waar ik dan verplicht naartoe moet. Hoor je je eigen woorden? Er is geen ecclesias, geen kerk waar jij verplicht naartoe moet. Jij dient jezelf te gedragen en niet lopen rammen, ook niet tegen je vrouw. Homo, in de goede zin van het woord, hè? Ik heb helemaal geen kerk. Mag je willen. Je hebt de waarheid. Zoals Christus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Over het Vaticaan, het katholicisme en de Koran. Dat je een beetje de dingen gaat begrijpen. En hoe alles heel eenvoudig was. Toen het nog te snappen was. Heb uw naaste lief. Heb uw vijanden lief. En dan ben je eruit. Nou, super bedankt voor het luisteren. Ik vind het heel belangrijk. En op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus. En dag lieverds.